Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Maurice Harout. Wij zijn geweest naar Blade Runner. En daar zijn toch wel heel veel gemengde emoties, gevoelens en ook vooral recensies over te lezen en te kijken op het internet. Zeker. Ook in de kranten. Wij zijn er bevooroordeeld ingegaan. We hebben alle twee Blade Runner gekeken, origineel. Vonden we alle twee een hele goede film. Maar het komt ook uit onze jeugd. Misschien voor jou iets meer dan voor mij. Ja. Ik heb er zelfs een poster thuis hangen. Dus even... Ja, dat is, moet je, we zitten naast een superfan hier. Superfan. Wacht maar af. Maar in ieder geval, wat moet ik erover zeggen? Ik heb zulke gemeende gevoelens over de film zelf. Ten eerste, ik vond hem veel te lang. Hij duurde echt veel te lang. Kijk, in principe vind ik een lange film helemaal niet erg. Nee. Maar het moet het verhaal ook kunnen dragen. In deze film was er zeker... We hebben films gezien. Daar zaten we in de bioscoop en daar dachten we nu al om. Ja. Als dat dan 2,5 uur duurt, is het niet zo erg. Maar dit was echt op je horloge kijken. Hoe laat is het, zou ik maar zeggen. Nou, dan praat ik niet over de beste film die ik ooit gezien heb. Zeg. Nee. Kijk, sowieso is natuurlijk Blade Runner origineel echt een klassieker. Ja, en een cult. Ook... Maar laten we wel wezen. Blade Runner, toen hij uitkwam, de originele, was het gewoon een mislukking. Gewoon financieel op alle vlakken keiharde mislukking. Was niet populair, was niet meer... Hij werd pas later werd dat een cult film. Ja, weet je, in het begin heeft hij nooit goed... Blade Runner was in het begin een succes, echt, hoor. Nee, maar het was echt een film voor mensen die science fiction leuk vonden. En in die tijd was het natuurlijk nog een minder grote groep. Ik bedoel, kijk, Harrison Ford was toen wel bekend geworden via Star Wars. En Indiana Jones had hij, dacht ik... Ik weet niet, nee. Hij is 81 is deze film. Dus nee, volgens mij kwam Indiana Jones later. Iets later, oké. Maar het zou kunnen, dat wil ik even... Daar willen we vanaf zijn. Maar zo, in ieder geval. Maar hij kon het, nee, precies. Maar hij kon in ieder geval met Star Wars kon hij het al dragen. Ja. Dus mensen gingen er wel naartoe, met name die sci-fi leuk vonden. Ja. En die film was ook... omdat hij natuurlijk was de grote naam. Zeker toen was hij een grote naam. Rutger Hauer had ook een hele goede rol erin zitten. Dus de tegenspeler was ook goed. Ja. En er waren toch nog een paar spelers. Dus er zaten best wel wat goede hoogkabinieder personages in. En goede acteurs die het ondersteunden. Dus het kon wel. Het verhaal daar was ook niet heel snel, maar dat hoorde gewoon. Ja. En dat was ook uniek. In die tijd was die worldbuilding. Dus dat je die toekomstvisie zag hoe al die skyscrapers eruit zagen. Ja, die reclame. En dat was natuurlijk was heel hip. Vernieuwend van we krijgen een klein kijkje in de toekomst. Dat we nu eigenlijk doodgegooid zijn. Ja, precies. Nu zie je heel veel films. En daarvan is deze film probeert het weer. Alleen het was zelfs minder goed gelukt dan de origineel, vind ik zelfs. In het origineel vond ik het veel leuker. En dat zag ik ook een beetje. Nou ja, ik vond heel veel dingen niet fantastisch. Ik vond het geluid in die bioscoop... Keihard. Keihard. En het was alleen maar... jongens. Dat was echt niet leuk met het begin. Nee. Dat hoorde je in de originele ook. Maar dit was wel overdreven, hoor. De tweede, dit soort momenten. Dat je, en vooral met Ryan Gosling komt dat heel goed. Even wachten. Waar zit ik naar te kijken? De Bottom Beautiful, dat we een half uur in de camera staan staren, jongens? Nee. Het duurt veel te... Sommige scènes staarden die naar een punt toe en dat bouwt dan iets op, hè? Ja. Maar het bouwde niks op. Nee, maar het moest sfeer opbouwen, maar het was zo geforceerd proberen ze die sfeer op te bouwen, dat ik dacht, dat hoeft helemaal niet. Daarom duurt die film 2,5 uur lang, we zijn een uur lang naar Ryan Gosling te kijken die in de duisternis staat te staren. Ja, en... Dan denk ik, kom op, man. Nee, maar ik vond het was gewoon... Er waren heel veel scènes die gewoon niet goed genoeg waren... om een goed deel 2 te zijn. Klopt. En ik vond het ook een beetje meer een art film werd het... in plaats van een science fiction film. Te veel art, te veel. Echt dus, dit mag geen... Nee, dat is gewoon... Een heel... blamage voor sci-fi. Ik heb een recensie gelezen van... nou, ik hoef nu meer naar een sci-fi film. Bullshit, dit was niet echt een sci-fi film. Nee. Dit is gewoon... als je gewoon kijkt... als je gewoon ook die stappen ziet... welke wat er allemaal gemaakt... Het was allemaal... Te sloom. Ja, te sloom. Ja. Ja, en dat vond ik bij het origineel. Dat vond ik toch wel veel stoerder. Dan was je ook echt in die stad zelf veel meer. Ja. En zag ook die bars en al die dingen. Dat was wel, en wat heel bijzonder toen was, is dat er een mengelmoesje van talen werd gemaakt. Ja. Dat was heel, heel Je stond iedereen gewoon Engels. Ja. En dat was in die juist niet. Want als je dus dat slang hoorde, was het allemaal als... Ja, af en toe zag je het wel, hoorde je wel een klein beetje, maar het was veel te beperkt. Dus... Ik denk sowieso dat ze te lang zijn hebben gewacht om überhaupt een vervolg te maken. Ik snap ook wel dat het financieel geen groot succes is. Een flop, laat ik wel zeggen. Geen goed, het is gewoon want een flop. Harrison Ford is gewoon te oud. Ja, maar ja, goed, die zagen we ook niet heel veel. Nee, dat is duidelijk. Van de 2,5 uur dat duurde een film, had ik hem in ieder geval had ik hem 2 uur verwacht. Maar, maar niet 45 minuten. Nee, dus, en dat is eigenlijk hetzelfde wat je een beetje met meer van zijn films hebt. Dat hij, zie je het ook bijvoorbeeld bij Star Wars, dat hij daar zag wel iets meer erin. Klopt. Maar dat je toch... De acteurs zijn eigenlijk een beetje te oud om het nog goed te maken. Of hij is al over de 70, niet precies. Ja, maar dan moeten ze zijn rol aanpassen. Maar niet een soort semi, want het was toch weer een beetje actie. Terwijl dat kon helemaal niet. Dat hij ging vechten met ons hoofdpersonage. Ja. Die denk van
Dat kan helemaal niet. Ik bedoel, die man die twee klappen en hij is weg. Maar ja, hij bleef staan. Dus ja, al dat soort dingen, dat sloeg nergens op. Dus, en ik vond het hele verhaal, de achterliggende verhaal was... Heel ver gezocht, heel geforceerd. Ja, en dat was, het origineel verhaal was veel slimmer en ook veel tragischer. Want toen waren die replicants, die mochten maar een paar jaar leven. Klopt. En dan ging ze dood. En dat was waarvoor ze terugkwamen naar de aarde. Dus ja, er zat een echte gedachte aan. En nu komt opeens een replicant die een kind kan baren. Weet je veel. Ja, het werd allemaal een beetje... Allemaal veel te ver. Veel te ja, ver. Dus... En er werd ook niet eens uitgelegd, maar zeggen, hoe dat dan technisch dan kan. Een robot kan geen... Dat kan niet gewoon. En ook met die opzet in de originele Blade Runner... heeft ook die hele opzet nooit in de eer... Dus waar komt het überhaupt vandaan, denk ik dan bij mezelf? Ja, gewoon niet. Het sloeg gewoon niet... Nee, wat we wel aardig vonden, dat was, hoe heet ze ook weer? Ik had haar even opgerocht. Sylvia Hoeks, dat is een Nederlandse dame die dan de luf speelt. Heel goed. Sylvia was goed. Ja, nee, Nederlander. Niet op de Nederlander, maar gewoon goede rol. Ze deed leuk. Heel goed. Zo'n beetje met je Terminator-achtig. Terminator-achtig. Je moet een beetje denken aan T-2000, alleen dan de Nederlandse versie. Met een achterin. Ja, precies. Heel goed, ja. Dus die deed het wel leuk. Klopt. Jared Leto, voor wat we hem zagen, vond ik hem heel aardig. Ja, dat was aardig. Ik zeg het heel goed, ik zeg heel aardig. Ik denk ook, kijk. Voor wat we hem zagen, want we zagen niet zoveel. En deze film is duidelijk gemaakt voor een vervolg. Dat is een open einde. Ja, of die er komt, dat betwijfel ik. Want hij heeft dikke verliezen gedraaid. Dus, misschien wel. Er zit wel iemand... Er zit een soort hype in die film. Er zijn misschien iets... Ja, maar als er bijna niemand toe gaat om te kijken... Dan zegt Hollywood van... doei. Kan, maar ik weet niet hoe... Dus als jij een film uitbrengt die 100 miljoen verlies maakt... Dan denk jij bij jezelf... dan ga ik er nog eentje maken daarna. Ja. Beste wat er is. Beste idee wat je zou kunnen hebben dan. Ik denk het niet, maar weet het nooit. En dan Robin Wright. Robin Wright, van een House of Cards. Ja, Mrs. Underwood. Ja, Mrs. Underwood. Zijn we alle twee fan van, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft zat hij er ook goed in voor wat we er zagen. Ja, wat zagen was niet slecht. We zagen meer niks in de film. Dus donker dan wel iets. Dus. Ja, en er was eigenlijk James, weet hij nou? James, weet hij Jones? Die Mexicaan. Oh, hij speelde in de origineel een veel grotere rol. Nu zat hij in dat bejaardenhuis. Ja. Maar goed, op zijn naam ga ik nooit komen. Wel bekende Mexicaans speler. Als je hem ziet, denk je meteen, die. Ja. Yes. Speelt in heel veel goede. Ja, heel gevoed, wel een krachtig speler. Dus. Ik vond Ryan Reynolds vond ik, matig in de film, moet ik zeggen. Ryan Gosling. Ik vond matig in de film. Ja, niet spannend. Nee, ook niet spannend. Nee. Is geen Harrison Ford. Nee. Maar ook heel simpel gezegd, ik zou deze film geen tweede keer kijken. Nee, ik niet. Oh, nooit van mijn leven. Ik vond de eerste keer al een straf. Dus laat aan de tweede keer. En ik heb Blade Runner al een paar keer gezien. Dus, Heel uitgebreid gingen we erop in. Misschien zal het je niet verrassen. Mijn cijfer is een 6,5. Ik geef zelf een 6. Omdat ik echt teleurstelling zit erboven voert. Dus ik zeg een 6 nu als. Maar toch nog, hè? Ja. Toch nog een 6? Toch geen 6,5? Nee, ik maak er een 6 van. Ja, als ik nu terug nadenk, 6, meer niet. Oké. Nou ja, goed, dat halfje krijgt hij nog mij wel mee, want dat is wel Harrison Ford, vond ik toch wel, daar ook van, Harrison Ford. Nou, hij heeft in ieder geval voldoende gescoord, dus daar mag je blij om zijn. Ja, maar nooit geen tweede keer meer. Nooit. Ook, stel nou dat ik hem niet in de bioscoop zou zien, dat ik hem op Netflix zou kijken, dan denk ik zelf persoonlijk dat ik hem na het eerste uur uit zou zetten. Oké, dat is goed. Denk ik wel. Nou, ik wil het wel. Want na het eerste uur zal ik ook op horloge zitten kijken in de bioscoop van hoe laat is het. Ik zou hem de eerste keer wel even afkijken, dat is wel. Omdat het moet dan waarschijnlijk, Nee, als we het dan 5. Dus volgende keer komen wij terug met Thor Ragnarok en dan gaan wij denk ik veel positiever zijn. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens.